Een kinderombudspersoon is essentieel voor de Surinaamse samenleving om op onafhankelijke, onpartijdige en daadkrachtige wijze de rechten van het kind te behartigen, steeds met het belang van het kind voorop. Harriet Ramdin benadrukte dit tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Ze riep het parlement op om snel mee te werken aan de goedkeuring van deze wet, omdat deze bescherming biedt aan de kinderen in ons land. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom wij deze wet willen aannemen. Met andere woorden kunnen wij zeggen dat deze wet bescherming zal bieden aan onze kinderen en vooral in de rechten van onze kinderen. Een vraag dat hierbij dan ook gesteld kan worden is, worden onze kinderen wel in voldoende mate beschermd? Krijgen zij wel in voldoende mate die bescherming die zij nodig hebben? En dan ga ik u eerlijk en oprecht het antwoord geven, nee. Een andere vraag die ook hierbij rijst en die ook gesteld wordt, worden de rechten van onze kinderen in voldoende mate ingevuld en uitgevoerd? En dan ga ik ook eerlijk antwoord geven, het antwoord is nee. Het wordt nog steeds niet in voldoende mate uitgevoerd en ingevuld. Ramdin zegt dat deze wet ook belangrijk is omdat het onderdeel is van de ratificatie van het verdrag van het kind. Dat er niet in voldoende mate invulling gegeven wordt aan de rechten van het kind, ligt helemaal aan de besluitvorming van volwassenen, aangezien zij daar verantwoordelijk voor zijn. Van ons om onze kinderen die bescherming die ze nodig hebben, de plichten, de rechten die kinderen hebben, om daaraan invulling te geven. Het ligt aan ons volwassenen. Daarom ben ik blij dat deze wet vandaag hier is, waarmee een stukje verantwoordelijkheid van ons als volwassenen in invulling zal gaan. Wij maken wetten. Wij ratificeren verdragen. En om de rechten van de kinderen te beschermen. En daarom is het dan ook belangrijk dat wij die invulling daaraan gaan geven. Voorzitter, als we kijken naar onze grondwet, behalve dat wij wetten maken, dat wij een verdragen ratificeren, geeft onze grondwet ons duidelijk aan. En vooral als je kijkt naar artikel 35 lid 3, dan geeft onze grondwet ons aan dat ieder kind recht heeft op bescherming zonder enige vorm van discriminatie. En dat zijn allemaal zaken waar we als volwassenen invulling moeten geven. Ramdin benadrukt dat met de instelling van de kinderombudspersoon er uitvoering wordt gegeven aan het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Dit verdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Suriname heeft op 1 maart 1993 dit verdrag geratificeerd.